In dit filmpje gaat het over de opvattingen van de Schotse filosoof David Hume over persoonlijke identiteit. En het sluit daarmee aan waar deze uitzonderlijk lange leerdoelen, namelijk leerdoel 83 en leerdoel 84, volgens welke de kandidaten moeten kunnen uitleggen in hoeverre Humes beschouwingen over persoonlijke identiteit een sceptisch karakter hebben. En daarbij moeten ze ook de twee redeneringen, die volgens Hume beide leiden tot de conclusie dat onze persoonlijke identiteit niet meer is dan een verzameling van afzonderlijke percepties, reconstrueren en kritisch evalueren. Bovendien moeten de kandidaten kunnen uitleggen waarom volgens Hume de identiteit die we toeschrijven aan de menselijke geest slechts fictief is, zodat het ook geldt voor de identiteit van objecten. Daarnaast kunnen zij uiteenzetten hoe volgens Hume het denkbeeld van persoonlijke identiteit berust op de betrekkingen van gelijkenis, nabijheid en causaliteit en aangeven welke belangrijke rol de verbeelding en het geheugen daarin spelen. Nogal veel en we gaan het allemaal doen. Maar allereerst even persoonlijke identiteit. Waar gaat dat eigenlijk over? Nou ja, je kunt de vraag naar persoonlijke identiteit op meerdere manieren stellen en je kunt ook eigenlijk zeg maar meerdere vragen naar persoonlijke identiteit hebben. Dus de vraag waar het hier eigenlijk om gaat is waarom als je een persoon neemt op een gegeven moment in de tijd, in dit geval Ryan Gosling in zijn jeugd links, en diezelfde persoon op een later moment in de tijd, waarom je in dat geval zou kunnen spreken, zou kunnen zeggen, deze twee mensen, dat zijn dezelfde, dat is dezelfde persoon. Nou, om Hume te begrijpen, moeten we toch eerst iets begrijpen over de opvattingen die eerdere denkers hadden over deze vraag, of de antwoorden die ze gaven op deze vraag. En dan gaan we terug naar de voormoderne opvattingen, dus de opvattingen voor de tijd van Hume en ook voor de tijd van Locke, waar we het zo meteen nog over gaan hebben. En daarin zie je eigenlijk dat er wordt gezegd, nou ja, er zijn in de werkelijkheid zogenaamde primaire substanties, zogenaamde zelfstandig zijnde dingen die op zichzelf bestaan. En die primaire substantie die blijft gelijk, blijft hetzelfde ding, bij de verandering van niet-essentiële eigenschappen. Dat wil zeggen bij de verandering van eigenschappen die dat ding niet maken tot wat het is. En die veranderingen kunnen dus ook veranderingen door de tijd heen zijn. En volgens de voormoderne opvatting zijn de jonge jongen en de oude man, die nadrukkelijk veranderd zijn dus, en door de tijd heen veranderd zijn ook, die zijn identiek, omdat ze dezelfde substantie zijn. Dat wil zeggen, de identiteit van objecten is substantiële identiteit. Als je een bal hebt en daar smeer je verf op, dan is het misschien ook nog dezelfde bal. Dat komt ook wederom omdat je dan te maken hebt met dezelfde substantie. Dus de identiteit van objecten in het algemeen is substantiële identiteit. Dus, zegt de voormoderne opvatting, is persoonlijke identiteit ook substantiële identiteit. Bij de 17e eeuwse empiristen zie je dat denken over identiteit in het algemeen en persoonlijke identiteit in het bijzonder een wijziging doormaakt. En dat heeft te maken met het feit dat substanties als zodanig niet echt waarneembaar zijn. Want substanties zijn als het ware de dragers van allerlei eigenschappen, maar ja, dat ding kun je niet echt zien, zullen veel empiristen, waaronder Hume, zeggen, want je ziet namelijk alleen die eigenschappen. En dat wil zeggen dat het concept substantie niet samen te stellen is uit andere concepten die gevormd zijn door de waarneming. En dat wil zeggen dat het begrip substantie, dat voor het concept substantie staat, volgens de empiristische opvatting over de verhouding tussen taal en denken, daarmee betekenisloos is. En dat wil dus zeggen dat persoonlijke identiteit geen substantiële identiteit is, want dat zou betekenen dat persoonlijke identiteit eigenlijk een betekenisloos, een leeg begrip zou zijn. En John Locke worstelt hiermee als een voorloper van Hume en een mede-empirist, want daar moet dan eigenlijk dus iets in de plaats komen van substantiële identiteit om aan te geven wat persoonlijke identiteit is. En John Locke kan eigenlijk het substantiebegrip nog niet helemaal opgeven. Hij zegt dat substantie is hooguit een ik weet niet wat dat die identiteit verklaart. Maar Locke heeft wel degelijk ook iets meer te zeggen over persoonlijke identiteit. En Locke zegt eigenlijk het volgende. Voor mij is een persoon een intelligent denkend wezen
dat zichzelf als zichzelf kan kennen op verschillende tijden en plekken. Dus wat Locke eigenlijk zegt is, ja, heel vaak zal ik maar iets herinneren. Dan weet ik dat ik iets in het verleden heb meegemaakt. En ik ben me er ook van bewust dat ik dat nu weet. En persoonlijke identiteit ontstaat volgens Locke eigenlijk dat er zo'n voortdurend bewustzijn is, dat mijn waarnemingen begeleidt en dat ook mijn herinneringen mogelijk maakt. Zodat er een soort verbinding is telkens in mijn geestelijk leven. Daardoor kan er gezegd worden dat er sprake is van één persoon over de tijd heen. Ondanks het feit dat er dus veranderingen zijn in dat geestelijke leven. Want er zijn bepaalde verbindingen, met name de verbinding van herinnering, die zorgt voor continuïteit in de verscheidenheid. En die continuïteit, dat is wat volgens Locke dan persoonlijke identiteit uitmaakt. En daar gaat hij, zullen we laten zien, volgens Hume de fout in. Nou, Hume reageert ook heel nadrukkelijk op Locke, vandaar even deze achtergrond. Ja. Nu door naar Hume zelf. En ook naar Humes begrip van zelf. En Hume zegt, een zelf heeft tenminste twee belangrijke kenmerken. Zelf is enkelvoudig, dat wil zeggen het is ondeelbaar op een moment in de tijd. Het is niet iets wat je uit elkaar kunt halen, want dan zijn de verschillende onderdelen misschien weer te beschouwen als een zelf. En een zelf is ook identiek, in die zin dat het dus onveranderlijk door de tijd heen is. Het is belangrijk, hè, dat Hume eigenlijk de hele discussie over persoonlijke identiteit meteen begint met een begrip van identiteit dat verandering door de tijd heen meteen uit lijkt te sluiten. En hoewel dat misschien een beetje raar klinkt, is dat ook weer niet zo vreemd. Want je zou kunnen zeggen, ja, wanneer is er nou echt sprake van iets dat identiek is met iets anders? Nou ja, als het ook daadwerkelijk op geen enkele manier verschilt van als die twee dingen op geen enkele manier van elkaar verschillen. En dat veronderstelt eigenlijk dat er nooit een verandering is geweest door de tijd heen. Als je wil zeggen dat je begint met één object en later in de tijd kijkt naar een object en wil weten, zijn die twee objecten dan identiek? Maar deze twee kenmerken zijn dus kenmerken van een zelf volgens Hume. En dat levert eigenlijk meteen een duidelijk argument op tegen het bestaan van een zelf. Want een zelf is dus onveranderlijk. Nou, dat is een premisse die volgt uit de definitie van zelf. Je zou kunnen zeggen, een zelf is iets geestelijks. Hume doet dat ook. Dat is niet zo raar. Er zijn natuurlijk mensen die onder het zelf iets lichamelijks verstaan. Maar het idee dat het zelf voornamelijk toch gekoppeld is aan onze psychologie is niet zo vreemd in ieder geval. En dan zegt Hume, er is eigenlijk geen indruk van iets dat tegelijkertijd geestelijk is en onveranderlijk is. Het heeft eigenlijk hiermee te maken, bedenk gewoon eventjes hoe jouw mentale leven zich zo gedurende de dag ontwikkelt. En dan zie je dat er telkens eigenlijk veranderingen in zijn en dat er eigenlijk niet iets constant is. Ja, dus alles wat geestelijk is, is uiteindelijk in zekere zin veranderlijk. Dus er is niet iets dat tegelijkertijd geestelijk en onveranderlijk is waar je dan een indruk van zou kunnen hebben. En dat betekent eigenlijk dat er geen indruk is van een zelf. Nou, als er geen indruk is van een zelf, dan wil dat zeggen dat zelf een leeg concept is of een leeg idea is. Hè. Dat volgt eigenlijk uit D en uit het empirisme waar het zojuist eigenlijk ook al over is gegaan. Toen het ging om het substantiebegrip. Dat is eigenlijk dezelfde manier van redeneren. En dat wil zeggen dat zelf betekenisloos is. Dat volgt dan uit E en de ook al eerder genoemde opvatting over de relatie tussen denken en taal. Hè, waarbij begrippen staan voor concepten en de concepten waarvoor die begrippen staan ook de betekenis van die begrippen uitmaakt. En dan kun je dus eigenlijk zeggen dat beweren dat een zelf bestaat, hetzelfde geldt trouwens voor beweren dat een zelf niet bestaat, absurd is. Want ja, dat is eigenlijk een leeg begrip, zelf. In die zin zou je dus kunnen zeggen dat Hume sceptisch staat ten opzichte van het bestaan van een zelf. In ieder geval sceptisch staat ten opzichte van de bewering dat een zelf bestaat. Nou, dan krijgen we het tweede argument. En het tweede argument is niet zozeer echt een heel duidelijk argument, zoals we het daarnet hebben gezien, maar meer een serie van overwegingen over het substantiebegrip, die uiteindelijk in ieder geval tot de conclusie leiden dat we het zelf niet als een substantie moeten begrijpen. Want, zegt Hume, geestelijke eigenschappen, percepties, die kunnen in ieder geval bestaan zonder een substantie.
Ja, om te denken hoef je niet een soort drager van het denken te hebben. Dat denken kan gewoon bestaan. En ook individuele gedachten kunnen bestaan zonder dat andere gedachten daarbij bestaan. Dan zegt Hume eigenlijk een punt, maakt Hume eigenlijk een punt wat we ook al eerder hebben genoemd. Hè? Namelijk, ik neem eigenlijk alleen percepties waar en ik neem eigenlijk geen substanties waar. Een volgende punt is dat volgens dat substantiebegrip uit die voormoderne tijd, die substantie blijft voortbestaan als ik slaap. Het zou dus ook dan betekenen dat ik voort blijf bestaan, hè? Omdat persoonlijke identiteit substantiële identiteit is. Maar volgens Hume besta je eigenlijk feitelijk niet als je slaapt. Dan zit er als het ware een soort gat in jouw bestaan. En bovendien zegt hij, stel nou dat je komt te overlijden, dan verdwijnen sowieso al mijn perceptions, hè, of al mijn percepties. En zegt Hume, ja, dan besta ik gewoon niet. Maar vanuit dat denken van die substanties, ja, dan kan het eigenlijk nog wel zo zijn dat de substantie die de percepties draagt nog steeds bestaat. Want de percepties is hetgene dat draagt. Maar ook als het niks draagt, kan het nog steeds bestaan. Zoals een sokkel bedoeld is voor een beeld, maar waar geen beeld op staat. En je zegt, dat is raar, want dan zou eigenlijk de persoon die jij bent nog steeds bestaan, ondanks het feit dat je dood bent. Dus zegt Hume, nou ja, het zelf, voor zover dat al bestaat, is het hooguit een verzameling of een soort een bundel van percepties. En zeker niet een substantie die deze bundel draagt. Maar goed, Hume komt uiteindelijk natuurlijk tot de conclusie dat er überhaupt niet zo'n zelf bestaat. Nou, goed, twee argumenten om eigenlijk met dat hele idee van een zelf, en met name het idee van een zelf als een substantie, in twijfel te trekken. En Hume zegt dan eigenlijk, we moeten een heel andere vraag gaan stellen. En we moeten het soort vraag gaan stellen wat Hume eigenlijk heel vaak stelt. Namelijk niet zozeer de vraag, wat is dit eigenlijk, hè, waarover we het hebben, zoals zo'n zelf. Maar meer de vraag, waarom geloven we daarin, ondanks het feit dat het gewoon niet bestaat. Dat is iets waar Hume het vaker ook over heeft. Dus hij wil een soort psychologische verklaring eigenlijk voor onze omgang met persoonlijke identiteit. En niet alleen persoonlijke identiteit, maar ook identiteit in het algemeen. Want een belangrijk onderdeel van Hume's betoog is dat je persoonlijke identiteit gewoon kunt scharen onder identiteit in het algemeen. En Hume zegt eigenlijk, het is heel simpel. Waarom geloven we in identiteit door de tijd? Nou, numerieke identiteit, wat we tot nu toe gewoon identiteit hebben genoemd, of gelijkheid door de tijd, dat lijkt volgens hem op diversiteit. Dat wil zeggen een gelijkenis, of wat hij ook wel noemt, specifieke identiteit door de tijd. Dus dat je alleen maar overeenstemming hebt in bepaalde eigenschappen. En dan zegt hij, met onze verbeelding, dus hier zien we ook meteen het belang van een verbeelding als ons mentale vermogen, verwarren we identiteit en diversiteit. En dat doen we omdat ze hetzelfde gevoel geven. Dus onze ervaring van identiteit roept dezelfde gevoelens op als de ervaring van diversiteit. En bovendien de overgang die we krijgen van percepties van identieke objecten, voor zover deze zouden bestaan, en van diverse objecten, die is even vlot. Dus omdat er de verbeelding als het ware in beide gevallen een soort soepele overgang maakt, komt die verwarring ook gemakkelijk tot stand. En die verwarring leidt dan tot de aanname van een ziel of de aanname van een substantie. Maar die aanname is telkens fictief. Dat wil zeggen, er is geen substantie en er is ook niet zoiets als een ziel of een zelf. Maar dat we dat aannemen komt dus door dat wij gewoon, zo zou je kunnen zeggen, mentaal zo in elkaar steken. Nou, en dan zegt Hume, goed, blijkbaar ontstaat die verwarring. Maar wat bevordert dan eigenlijk die verwarring? Wat maakt eigenlijk dat die verwarring zo makkelijk tot stand komt? Goed, dan hebben we daar in algemene zin iets over gezegd, maar hij geeft ook wel wat specifieke omstandigheden waaronder die verwarring gemakkelijk ontstaat. Hij zegt bijvoorbeeld, stel dat je van één object naar een object wil met heel erg andere eigenschappen. Als je dan de stapjes die je maakt om van het ene object naar het andere object te komen maar klein genoeg maakt, dan kan er een heel groot verschil zijn, maar dan worden toch die twee objecten als identiek beschouwd, dus niet slechts als divers, omdat de stapjes klein genoeg zijn. Hè? Dus als jij jouw computer om wil bouwen tot een beeld, dan kan dat wel.
Door als je maar begint met een klein schroefje en dan plak je dat schroefje op het beeld. En dan haal je een ander boutje los en dat plak je er ook op. En zo kun je van alles boetseren. Als je dat maar klein genoeg maakt, die stapjes. Nou, zegt hij, wat ook helpt is als je weliswaar allerlei veranderingen teweeg brengt, maar je behoudt het gemeenschappelijke doel. Hij noemt daar bijvoorbeeld een schip waarbij je eigenlijk alle planken vervangt van het schip. Maar omdat het schip nog steeds goed kan varen, daarom denken we dat we ook in dat geval, hoewel er sprake is van diversiteit en geen identiteit, verwarren we toch diversiteit met identiteit in dat geval. Hij zegt dat is des te sterker het geval als er niet alleen sprake is van een gemeenschappelijk doel, maar als er ook de functionele eenheid behouden blijft. Een functionele eenheid, dat definieert hij dan als wederkerige oorzakelijke relatie die het bereiken van het doel mogelijk maken. Of relaties zou je eigenlijk moeten staan. Het gaat er daarbij vooral om dat als je bijvoorbeeld een organisme hebt, dan heeft natuurlijk, neem mens, dan heeft de lever met de darmen en de maag, et cetera, te maken. En als je die relaties ook nog kunt behouden, ondanks veranderingen bijvoorbeeld van lichaamscellen, dan denken we ook, hoewel er eigenlijk sprake is van diversiteit, dan komen we gemakkelijk tot de verwarring van diversiteit en identiteit. Dat gebeurt ook als een object eigenlijk juist volledig verdwijnt en dan weer verschijnt. Ik zeg een object, want het veronderstelt dat er sprake is van identiteit, maar daar twijfelt Jung dus eigenlijk aan. En Jung geeft het voorbeeld van een geluid dat aangaat, pie, stilte, en dan weer pie. Je zou kunnen denken dat die twee dingen identiek zijn. En dat is dus eigenlijk heel erg vreemd, omdat je een object zelf volledig verdwenen is. Maar dan kun je blijkbaar de gelijkenis uitzoeken eigenlijk die je wil. En bovendien zegt Hume, als je te maken hebt met een object dat van nature al heel veranderlijk is, zoals bijvoorbeeld een rivier, dan mogen de verwarringen ook heel erg, de veranderingen ook heel erg groot zijn om toch die verwarring van diversiteit met identiteit te krijgen. Nou, en als een waar psycholoog probeert Hume dus te fileren hoe het komt dat je die verwarring van identiteit en diversiteit ontstaat. Nou ja, maar dan gaat hij ook nog in de vraag, oké, maar wat zorgt er nou voor dat je, als je die omstandigheden hebt, hè, waar we het net over hebben gehad, waarom ontstaat juist in die omstandigheden verwarring? Nou, dat komt omdat de verwarring in algemene zin ontstaat door wat hij dan noemt associatie, hè, door de opeenvolging van mentale toestanden. En associatie is voor hem iets dat gevoed wordt door de gelijkenis tussen twee toestanden. Je ziet iets roods en je moet in één keer denken aan de Bloody Mary die je gisteren hebt gedronken. Door de nabijheid, hè, dus twee dingen zijn fysiek nabij en daardoor koppel je de gedachte over die twee dingen aan elkaar. En door causaliteit, hè, dus doordat de ene toestand de andere toestand veroorzaakt. Daardoor is het ook zo dat de denkbeelden die te maken hebben met die toestand elkaar opvolgen. Nou, en hij zegt, dat is in algemene zin zo, dat associatie dus een belangrijke rol speelt bij de verwarring. Blijkbaar wordt die associatie, laten we zeggen, extra sterk geprikkeld in de eerder genoemde omstandigheden. En dan wordt die geprikkeld door zowel gelijkenis als nabijheid als causaliteit. Maar als we het specifiek hebben over persoonlijke identiteit, dan is nabijheid niet een belangrijke drijver van associatie. Omdat je niet in termen van gedachten letterlijk kunt spreken van gedachten die nabij zijn. Maar wel van gedachten die op elkaar lijken. En wel van gedachten die elkaar in een oorzakelijke keten opvolgen. Nou, en als we dan kijken naar hoe die dingen een rol spelen, dus zowel gelijkenis en causaliteit, dan zien we dat Hume zegt dat het geheugen daarin een belangrijke ondersteunende functie biedt om gelijkenis en causaliteit, laten we zeggen, een kans te geven om hun associatieve werk te doen. Want geheugen maakt sowieso mogelijk dat er überhaupt percepties zijn die met elkaar vergeleken kunnen worden. Als je niks zou onthouden, dan zou je geen gelijkenis van percepties hebben. Of althans, die zouden dan objectief gezien misschien wel zijn. Maar die zou niet tot de situatie leiden waarin je op grond van een gelijkenis percepties met elkaar gaat associëren. Dus daarvoor is het geheugen noodzakelijk. En het geheugen maakt dan ook mogelijk dat je die gelijkenis ontdekt. Dus je verzamelt als het ware eerst in het geheugen allerlei percepties die gelijk zijn aan elkaar. En dan kun je dat ook ontdekken door terug te denken aan die percepties. Bovendien maakt het geheugen het begrip van causaliteit mogelijk. Want zoals je misschien nog wel herinnert, om dat begrip van causaliteit te ontwikkelen, of het concept van causaliteit te ontwikkelen, is het nodig dat je herhaalde waarnemingen hebt gedaan.
En dat je door die herhaalde waarnemingen ook een bepaalde neiging kunt vormen. Dus het geheugen heeft een belangrijke rol bij het mogelijk maken van die associatierelaties die belangrijk zijn. Ja, want gelijkenis en causaliteit leiden eigenlijk tot associatie of zijn vormen van associatie. En die associatie leidt weer tot de fictie van persoonlijke identiteit. Doordat die associatie leidt tot de verwarring van diversiteit en identiteit. En het interessante is dat daarmee Hume tegelijkertijd eigenlijk ook een sneer uitdeelt naar Locke, of kritiek geeft in ieder geval op Locke. Want hij zegt, volgens Locke is dat geheugen heel erg belangrijk en eigenlijk in een zekere zin voldoende voor persoonlijke identiteit. Dus zolang je maar relaties van herinneren hebt, dan is er eigenlijk sprake van persoonlijke identiteit. Maar Hume wijst juist op het belang van van causaliteit. Want hij zegt, het is namelijk juist doordat wij, doordat bepaalde toestanden elkaar causaal opvolgen, en doordat wij ook snappen dat er dergelijke causale relaties zijn, dat die toestanden die elkaar opvolgen behoren tot iets wat dan in ons verbeelding althans een zelf is. Omdat wij ons natuurlijk heel veel dingen niet herinneren. Ik herinner me bijvoorbeeld niet eens meer precies wat ik gisteren heb gegeten. Maar ik weet wel dat er een causale verbinding is tussen de toestand mentaal gezien waarin ik mij nu bevind en die toestand van mentale toestand tijdens dat eten. En daarom zegt Hume, is causaliteit toch ook een heel belangrijke factor in ons begrip van een zelf, hoe verward dat begrip ook mogen zijn.